Ik ben Emma, ik werk als orderpicker bij Bitfood en ik ben bezig om voorraadbeheerder te worden. Wat ik zo leuk vind aan mijn functie is dat de dag nooit hetzelfde loopt. Er komen altijd wel dingen voor waardoor je moet improviseren. Je bent continu in beweging en het is ook een beetje een wedstrijdje, aangezien je natuurlijk wel de beste wil zijn. Bitfood onderscheidt zich van andere bedrijven doordat ze echt kijken naar jou als persoon, ongeacht je functie. Je bent hier totaal geen nummer en hierdoor kan je goed doorgroeien. De mensen zijn hier over het algemeen heel erg positief. Het is altijd gezellig en ja, het is gewoon, er hangt een goede sfeer. Randstad heeft mij geholpen met mijn ontwikkeling doordat ze mij in contact hebben gebracht met Bitfood. En hier kan ik nu mijn studie vervolgen, werken en leren. En daardoor kan ik voorraadbeheerder worden. Belangrijke karaktereigenschappen voor dit werk is vooral dat je goed moet kunnen improviseren. Omdat geen één dag natuurlijk hetzelfde loopt. Wat ook nog leuk is om te benoemen is dat ongeacht je functie, bijvoorbeeld als je orderpicker bent, kan je overal een keer meelopen. Bijvoorbeeld met vrachtwagen een keer mee of op kantoor een keer kijken. Ik ben Marco. Ik werk als magazijnmedewerker voor Bitfood. Mijn dagelijkse werkzaamheden als magazijnmedewerker zijn het verzamelen van orders in de koelcel, vriescel en het magazijn. De werksfeer bij Bitfood is gezelligheid, samenhorigheid, één team, één taak. We hebben hier een erg grote vriescel, maar bij het werken in de vriescel krijg je een thermopak aan, goede handschoenen, goede muts en daarbij krijg je ook nog een goede toeslag. Goede werksfeer, goede werkuren, zowel werk-privé is prima te doen. De werkleren zijn hier prima voor elkaar, goede toeslagen en een mooi loon. Het werken via Randstad bevalt me erg goed, want er is ruimte om door te leren. En er is ook ruimte om een certificaat te halen, bijvoorbeeld een research certificaat of een heftruck certificaat of een PCA, waar dat nodig is. Wat ik morgen doe, is weer met een frisse start beginnen met mijn hele team en zorgen dat alles op tijd klaarkomt. Wat doe jij morgen? Word jij mijn nieuwe collega?